jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben we voor jullie weer een nieuwe GTA 5 video. En in de video van vandaag wil ik het met jullie hebben over weer een nieuwe gratis DLC slash update, want je hoeft hem niet echt te gaan downloaden, het is eigenlijk gewoon een update die je standaard al krijgt. Dus het is eigenlijk een update, in ieder geval weer een nieuwe dus, met allemaal gratis content. En we hebben er toevallig een paar weken terug ook eentje gehad, dat was de Valentine's update. En daarvoor hebben we die Christmas update gehad. En het is gewoon zo dat Rockstar veel gratis dingen weggeeft. En dat vind ik echt enorm vet als ze dat doen. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. En de nieuwe update is de business update. En de business update is in mijn ogen tot nu toe nog de vetste. Want er zitten wat dingen bij die ik persoonlijk heel erg vet vind. Waaronder een paar dikke auto's. En toevallig bij de laatste DLC was... update. Dat was die Valentine's update. En dan kreeg je ook een auto of in ieder geval die kon je kopen. Alleen dat was meer zo'n klassieker. En daar ben ik persoonlijk niet echt een fan van. En nou krijgen we echt dikke sportauto's. Dus ik zal het met jullie eventjes hebben over wat er allemaal in zit. Dus in ieder geval deze update die komt volgende week dinsdag. 4 maart komt die uit. En volgens mij is dat volgende week dinsdag tenminste. Als ik het goed heb. In ieder geval hij komt op 4 maart uit. En deze update is niet super groot. Maar het is toch gratis. Dus ik zou zeggen, wees blij met wat je krijgt. In ieder geval krijg je 3 auto's. En dat zijn de Alfa, de Dinka Jester en de Grotti Turismo R. En die laatste Grotti Turismo R die is volgens mij vanuit GTA 4. En dan is dit een soort van geüpdate versie. Dus hij ziet er niet echt uit als die 1 uit GTA 4. Maar het is volgens mij wel een vervolg op een van die versies. Want er was ook een Grotti Turismo. Want ik weet nog goed dat daar een garage zat waar ik altijd die auto's ging jatten. Dus zodoende. In ieder geval, ik zal proberen om hier nog wat afbeeldingen in de foto te plakken. Zodat jullie zien waar ik het over heb. Want van sommige dingen zijn al afbeeldingen bekend. En verder is ook een nieuw vliegtuig en dat is de Vestra. En dat ding ziet er best wel badass uit. Het is een heel klein vliegtuigje, maar het ziet echt uit als zo'n ding die van die dikke miljonairs hebben. Gewoon zo'n klein log vliegtuigje. En verder krijgen we 2 nieuwe wapens. En dat zijn de Heavy Pistol en de Special Carbine. Daar heb ik ook een afbeelding van. En de Heavy Pistol, dat ding ziet er niet heel erg speciaal uit. Misschien dat het een Desert Eagle is, om heel eerlijk te zijn. Dat ik hem zie. Volgens mij is het een soort van Desert Eagle, dus dat is op zich wel bruut. Want dan is er al lochtgeluid en alles. Verder is de Special Carbine, die lijkt een beetje op de G36. Heel veel mensen zeggen G36C, maar volgens mij niet de C, maar gewoon een G36 of zo. Dus op zich, dat is ook wel vet. Zeker als je die goud maakt. Alleen heb ik een klein probleempje met dit soort dingen. Ik ben broke. Ik heb op het moment misschien net $200 of zo in deze video. En that's it. Dus ik kan sowieso geen nieuwe wapens kopen. Ik kan geen nieuw vliegtuig kopen. Geen nieuwe auto's. Dus ik moet nog eventjes kijken hoe ik dit aan jullie kan laten zien. Misschien, heel misschien dat ik nog zo'n... zo'n pack koop waarbij je dat geld krijgt. Maar ik ben daar persoonlijk niet heel erg fan van. Ik weet niet eens hoe duur dat is. Maar misschien dat ik dat doe om het jullie toch te kunnen laten zien. Dus moet ik even kijken hoe ik dat anders ga doen. Maar in ieder geval, verder rest krijgen we natuurlijk allemaal weer standaard shit. Zoals nieuwe tatoeages, nieuwe kleding, haarstijlen, brillen, blouses. Noem maar op, al die shit krijgen we weer nieuw. En dat is in principe niet zo interessant. Maar volgens mij ook weer extra missies en races en al dat soort dingen die we kennen. Maar het belangrijkste aan heel deze DLC is gewoon het feit dat het gratis is. En het feit dat er nieuwe auto's in zitten. Het enige wat ik me wel afvraag is hoe lang is deze DLC beschikbaar. Want die Christmas DLC, nou dat is vrij logisch natuurlijk in de kerstsettings. Die is ook maar, of die was ook maar voor een korte periode beschikbaar. Dus als je dan niks gekocht had, dan kon je het ook niet meer kopen. Verder rest die Valentine's DLC was volgens mij ook maar korte tijd beschikbaar. Waardoor je als die afgelopen was ook die auto niet meer kon kopen. En het probleem was, die auto kostte $750.000 of weet ik veel GTA dollars. En dat is best veel geld. In ieder geval vooral als je geen geld hebt in de game zoals ik. Dus stel dat je dat ding wil hebben en je bent er heel lang voor aan het sparen. Dan heb je eindelijk het geld en dan is ineens die DLC weg of die update of weet ik veel hoe dat werkt. Dus dat zou een beetje lelijk zijn. Dus ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik hoop wel dat ze dat gewoon voor altijd beschikbaar laten aan de mensen. Ik weet dus niet of dat het geval is. Laten we hopen van wel. En ik ben benieuwd hoe al deze dingen zullen spelen, zeg maar. Bijvoorbeeld die auto's, zullen die snel zijn? En ze kunnen natuurlijk niet zorgen dat dit ding veel sneller is dan een andere auto. Dus ik ben benieuwd of het dat is. En van die Albani Alfa en die Dinka Jester zijn volgens mij geen afbeeldingen. Of in ieder geval één van die twee is die auto links van die Grotti. En volgens mij is dat, net als de Alfa volgens mij, die rode. En wat die Dinka Jester is, ik heb geen flauw idee. Misschien een motor of zo. Ik weet niet of een dikke cabrio of zo. Ik weet niet, maar het doet me denken aan een cabrio of een motor. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk alles wat ik jullie wou vertellen vandaag. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En in ieder geval, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan, houden we.